Zie mij hier nu zitten. Alleen en in volledige stilte. Nu nog. Nog even. Straks zal, omringd door collega's en waarschijnlijk heel veel lawaai, het anders zijn. Elke dag is het anders. Klinkt het anders. Hengelend naar mooie woorden en zinnen van menig acterend Vlaanderen. Momenten waarop we samen dingen maken, want wat ben ik? Nu alleen iets, maar straks alleen niets. De Antwerpse politiek maakt zich op voor verkiezingen. Een jong meisje verdwijnt. Een crimireeks van 8 afleveringen. Welkom op de set van Deadline 1410. En actie! DPP en VDU zijn bijna even groot. Hè. Het is moment om je te profileren. Ik ben bezig met de toekomst. Ik probeer Antwerpen op de wereldkaart te houden. Ligt daar iemand wakker van? Maar dat is lange termijn en ver van de mensen. Bij korte termijn, er is duidelijke standpunten. Uw 3 V's blijven herhalen. V's, ja. En zoveel mogelijk in de media komen, te beginnen met zaterdag. Handjes schudden, madame met purperaars. Dat zijn ook kiezers, hè? Het bal van de burgemeester, hè? Dat is een traditie. Maar wel, daar ga je profileren. Ik zal doen alsof ik er graag ben. Ja. Eckert, dank u wel. Op een parking aan de Schelde maakt de crew van Deadline 1410 zich klaar voor een scène in de auto. Nu gaan we ons installeren voor een scène tussen de burgemeester en zijn adviseur in de wagen. Ze hebben net nieuws gekregen van een peiling. Het ziet er niet zo goed uit. Ze zijn achteruit gegaan en het is een beetje bang afwachten wat het gaat worden. In de auto bespreekt burgemeester Van Laar, gespeeld door Koen de Grave, de opiniepeilingen met zijn woordvoerder. De scènes in een auto altijd fijn en easy. Technisch is zo'n autoscène wel moeilijk. Om geen tijd te verliezen tijdens het rijden, moeten de dialogen vooraf goed ingestudeerd worden. Nee, dat zijn ook kiezers, hè? De bal van de burgemeester, dat is een traditie. Ja, daar ga je profileren. Ik zal doen alsof ik er graag ben. Ja, wat doet dat? Ja, maar ja. Ja, het is dat. Ja, ja, dat moet het zijn, zo. Ja, weet je? Ja, dat ja. Een beetje van. Ja, 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 oké. Okay. Ja, maar ja. Lieven is de Percher op de set. Hij bedient alle microfoons zodat de klank van elke scène goed wordt opgenomen. Zijn collega Stijn bedient de knoppen en regelt het volume. Okay. Ja. Omdat Lieve tijdens het draaien niet mee in de auto kan, worden verschillende microfoons in de auto gemonteerd. Dus het hangt een beetje af van het camerastandpunt. Nu is het camerastandpunt achteraan naar de 2 personages achteraan in de wagen. Dus we bevestigen nu 2 microfoons achter de zetels naar de 2 personages. En nog 1 boven het hoofd die we dan tapen. En brengen kabels langs opzij van de wagen en naar de klankman die van achter in de wagen zit op deze moment. Ja, maar ik heb nieuw stof geplakt, hè. Dat blijft niet komen. Ik heb op lampje geplakt en dan de rest met gaffa erom. Ook voor regisseur Maarten Moerkerke is er een probleem. Ook ik rijd nog wel. En dat ik een monitorje zo voorzie. Als je beeld moet hebben, ja. Ik weet niet hoe ik het anders moet doen. Ofwel ja, moet ik toch een Stijn bezien dat nee, hem in de volgende zit. We gaan dat zo doen. We zijn er ook direct bij. Ja. Het is gewoon gas geven. Echt keigemakkelijk. Het is alleen nog een beetje onhandig om te starten en te doen. Nee, maar ça va. Dan gaan we dat zo doen. Dan kan ik de scène een beetje volgen in de spiegel ook. Allee, ja, dat moet je dan. Ja. En al rijden, dan okay. Nee. Zal de regisseur zal rijden. Er kan maar 1 iemand meer rijden, dat zal de cameraman zijn. De klankman gaat in de koffer en omdat ik het zelf zou kunnen volgen, zal ik zelf rijden. Voilà. Zo gaan we het doen. Dus eigenlijk echt met z'n proberen er met z'n allen in te passen. Dus technisch is dat nogal een complexe zaak. Maar ene keer dat je aan het rijden zij is het gewoon... Oké, okay, wagen, dus met de poep in de zon zetten. Dan gaan we repeteren. Poep in de zon? Met de poep in de zon. Nu staat me met mijn poep in. Op de plaats, maak je gaan vertrekken. Ja, dat moet collega's. Wil je mee? Nee, lukt dat?
Ja, TV. Wat? Ja. Ik heb een bier, hè. Bij de heren op het gemak. Ik nog een appeltje nemen. Oké, attentie. Lieve kan u niets meer bijsturen aan de klank. Ja, het is moeilijker omdat je vaak wagens, heel veel problemen, ook zo kasseien. In Antwerpen zijn heel veel kasseien en het is niet zo altijd gemakkelijk om mee te rijden. Nu gaan we wel rijden op de Noorderlaan, wat in ons voordeel speelt. Maar het is krap, veel micro's, twee personages erin. Komt niet altijd goed, maar nu met dit ga ik wel goed komen, denk ik. We zijn 3 weken verder. De crew van Deadline 1410 is neergestreken op de luchthaven van Deurne. Vandaag zijn we in de luchthaven van Deurne en gaan we een aantal scènes opnemen uit de ontknoping, laat ons maar zeggen. Van, belangrijke scènes, ja. Mensen vertrekken, mensen komen aan, voilà. We kunnen eigenlijk repeteren. We zijn nog wat wacht op licht, maar ondertussen kunnen we al een beetje ineensteken. Met figuratie. Ja, met figuratie. Oké. Ook Charlotte van der Meers is op de set. Haar personage probeert in de eerste scène voorbij de security te glippen. Dus ik moet alleen maar weten welke vlucht dat is gewoon. Dat is alles. Dat soort persoonlijke informatie geven we niet. Okay, als men gewoon 1 seconde met iemand van de incheckbalie laat praten, dan kan ik sorry, gewoon vragen welke alleen de politie. Laat ze maar eerst weggaan. Laat ze maar eerst dat jij aanslaat, maar kan weggaan en dat jij dan opendraait. Dat gaat beter zijn. Okay. Dus niet op voorhand. Ja. Je zegt, sorry, alleen de politie. Op het moment dat ze wel wegstaat, dan doe jij stapje opzij. Ah ja, ik laat haar eerst vertrekken. Ja, niet hier. Ja. En niet te... Je hebt het onder controle, dus je hoeft u niet te veel... Nee. Laat u niet van de wijs brengen. Je filmt dat zonder dat je ziet dat die blouse doorzichtig is. Maar het is wel niet omdat je het zou hebben gezegd dat ik het zie. Dat is echt, allee. Nu snap ik waarom dat mannen daar last van hebben. Het is niet erg, hè? Nee, ik heb een witte onder aangedaan. Ja. De neus hier beneden, dat gaat nooit opvallen. Ja, is het goed. Het eerste shot is een ruim beeld van de scène. Lieve moet van op afstand met zijn persmicrofoon boven de acteurs hangen. Lieve zei vanmorgen nog van sorry dat ik hier altijd met die pers, maar ik zie dat dus niet. Tijdens de opname is de camera al zo aanwezig. Je verhoudt u daartoe, allee, je neemt dat wel ergens mee, dus dat is zo bewust en onbewust dat je daar met die techniek bezig bent. En dan die pers, dat is dan ook zo secundair. Dat is iets dat zweeft niet voor u en de camera wel, hè, want die moeten uw ogen registreren en zo, maar de pers, dat is dan ook zo ergens hier of hier. Daar ben ik dan echt eigenlijk totaal niet mee bezig. Nee. Er komt veel meer bij kijken dan alleen maar een micro uit beeld houden. Er zijn altijd lichtsituaties die moeilijk zijn, die... lichtsituaties, camerabewegingen, acteurs die bewegen, tekst die niet altijd hetzelfde is. Ik heb ooit wel zo zelf een documentaire gemaakt met een vriendin over een demente oude non. En die lag in bed. En wij hadden zo'n hele grote pers, dat was echt zo'n hele grote zwarte soort beest. Hè. En dat ding dat ze bovenaan en je zag het zo haar zo...
zo naar die pers kijk, zo naar het monster. Ik filmde, mijn vriendin had dat vast en die durfde dat bijna niet. Die had iets van, maar nee, die non wordt gek. Dan worden de opnames plots stilgelegd. De bagageband aan de check-in hindert de geluidsmensen. Het schijnt bij elke nieuwe passagier dat die band terug 5 minuten loopt. En dan automatisch daarna afslacht. Dus ze verwachten nog 1 persoon. Ze verwachten nog 1 persoon. Het probleem is eigenlijk dat een band veel te veel lawaai maakt om dialoog te kunnen opnemen. We hebben veel te veel band in de achtergrond. En nu zijn we eigenlijk in de luchthaven en zijn we tussen 2 vluchten. Tussendoor. Daarom kan een band stilgelegd worden. En hebben we er geen last van. Nee, ze biedt open een tweede balie om 4:20. Dus dat betekent dat we dan 3 kwartier lopende band hebben. Maar ik heb er nog 10 minuten bij gekregen. Dus dat betekent, als dat lukt, binnen een uur deze scène erop, dat we... gaan luipten, hè? Proberen, hè. Een 30 minuten per shot. Oh, ja. 20 minuten per shot. Shots, 20 minuten per shot. En nog 20 minuten voor extra, hè? Zullen we zien. Ja, maar we zijn nog niet bezig. Klank is heel belangrijk. Hè. Je hebt, als je tv kijkt, twee dingen. Beeld en klank. En klank is heel belangrijk. En soms ook wel een beetje moeilijk. En inderdaad, wat onderschat. Men houdt er niet altijd rekening mee. Zoals nu bijvoorbeeld. Er is heel veel lawaai op de achtergrond. Dus het is niet altijd gemakkelijk. Ik ga nu even een microfoontje. Bijna altijd wordt elke scène ruim opgenomen, van op afstand, en dan close, van dichtbij. Zeker dan moet de klank goed zitten. Nu zijn ze ook gezenderd. Dus het kan zijn dat we deze audio gaan gebruiken, maar als de long even wordt aangehouden in de montage, kunnen we gemakkelijk de close klank onder het ruime shot zetten, dat een beetje gelijk is. En dan nadien ambiance erop en dan stuk ik. De bedoeling is eigenlijk dat je de klank zo clean en zo proper mogelijk binnenkrijgt en dan kun je achteraf het zo druk en zo luid maken als je wilt, maar dan hebben we het onder controle. De volgende scène is veel complexer. Marian ontmoet verschillende mensen. De camera volgt haar. En dus ook Dieven. Oké, iedereen stilte alsjeblieft. Ik zal mee moeten lopen van daar naar daar, maar ik zie er niet echt een probleem in. Dus ik sta aan de paal, maar ik ga me niet hinderen, denk ik. Ik ga wel in orde komen. Lieven en Stijn volgen aandachtig de repetitie. Ze zijn een doorloop, dus acteurs spelen een beetje wat er gedaan wordt. De tekst is misschien veranderd of toestaan en daarom wordt hij dan, kunnen we dat dan opmerken daar. En dan worden de shots bekeken en met iedereen direct wat er aan de gang is. En hoe dat we het gaan draaien en wat dat we gaan doen. Hop, iets meer naar rechts. Tijdens 7 lopen en actie. Dat weet ik. En dan probeer ik ze wel mee te pakken. Maar bijvoorbeeld direct, als we zitten met die, als we alleen voor hem gaan, kies ik ook alleen voor hem, want anders mag ik schaduw zo. Zij moeten er heel erg op letten in welke richting wij dat doen en zij moeten dan volgen. Hè. Dat is de luxe natuurlijk die wij hebben. Ja, heel af en toe is er misschien iets technisch, maar dat is niet vaak dat zij afdwingen van je moet zo of zo praten. Nee, soms een beetje luider natuurlijk, als het stil is. Ja. Dat doen we wel. Ik ben aan het denken, hè, want wij lopen zo en jullie lopen... Wij lopen nu zo snel weg. Ja, ik denk dat dat nog altijd het beste is. Zullen we gewoon 1 stapje naar links en dan blijven wij gewoon staan links, en laten we jullie... dan zo snel mogelijk. En kunnen wij ook goed. Ja. Komt goed. Actie.
De scène staat er net op tijd op, maar nog niet alle klank. Lege stilte, iedereen blijft even staan. Mama! Mama! Nog iets enthousiaster, kom. Mama! Weer een keer. Mama! Goed. Dankjewel. Zij gestapt, dank u. De crew verhuist naar het dak van de luchthaven voor de laatste scène van de dag. De bedoeling is als volgt, dat jij er nog in komt, eerst. En daar heb je staat en dan kort daarop komt dan Seppe die gevolgd is blijkbaar. Hoe zie je? Ik zit met die grote baas om de die geluidsmannen die er ook. Hier is nee, handen niet falen. Ja, doe maar. Ja, is goed. Zakken. Nee, dat is zo'n hele beroemde foto, dit. Van de oorlog. Ja, weet je dat? Ja. Bravo! Hey. Goeie bal, jongens. Er wordt nog even gewacht. Wachten, dat is veel gezegd. We zouden graag nog een vliegtuig op de achtergrond hebben. Dus dat is niet echt wachten. We hopen dat ze biedt dat het vliegtuig er nog staat. Zo was schoon zijn, want een vliegveld zonder vliegtuig is niet zo schoon. Hè? Dat is er één, hè? Dat is er één, maar ik weet niet of dat gaat vertrekken of dat hier schoon komt staan in beeld. Ik hoop schoon komt staan. Kat. Stop, vliegtuig. Bram, dat vliegtuig mag stoppen. Dat is een goede positie. Ja, dat vliegtuig maar even stoppen. Goeie positie. Ja, dat is goed. Kut, stop. Ja, voilà. Oké, goed gedaan, Bram. Ja. Lieven heeft weinig werk in deze scène. Er zijn geen dialogen, enkel het omgevingsgeluid is van belang. Dit is eigenlijk een soort een sfeerbeeld, sfeershot. En dan moet dat zeker kunnen. Allee, ja. Dan moet dat zeker kunnen. Dat is zo'n klootzak, man. Echt. Fuck it. Dus wat ik wou zeggen. Deze is eigenlijk een sfeerbeeld. En hier zou het heel leuk zijn, moest er in beeld wat vliegtuigen passeren. En dan nemen we dat ook gewoon stereo. Oké. Kom hier. Dankjewel. Actie. Prachtige dingen gezien en gevoeld. Maar vooral mooie dingen gehoord. Veel gehoord. Maar nu terug naar mijn eigen stilte. Ook fijn. Volgende week op de set. Ja, ik ga na de opnames hier, wat mij betreft, de trein op naar Charleroi. Naar de luchthaven. En dan? Ik ga morgen naar Barcelona-Chelsea kijken. En heeft hem een trein gehaald? Hij heeft een trein gehaald? Ja. Je weet nou waar dat hem is. Ja, eens gaan kijken, de hond, naar Barcelona-Chelsea. Ja.